Eendenkooien vind je in de buurt van water. Het is dus niet verwonderlijk dat je bij Piaam, gelegen aan de waarden van Workum tot Makkum, nog een tweetal kooien aantreft. De waard is nog een Eldorado van watervogels, wat mede te danken is aan het recht van afpaling. Het afpalingsrecht is het recht van rust en stilte rond de kooi. Hier binnen een straal van 1200 meter, gerekend vanuit het midden van de kooi. Als ronde wollige bosjes vallen de eendenkooien onmiddellijk op in het vlakke landschap. Hoogstwaarschijnlijk zijn eendenkooien in Nederland ontstaan. Al in de 16e eeuw kwamen ze in de huidige vorm voor. De eendenkooi, het woord zegt het al, is een middel om eenden te vangen. De kooi bestaat van binnenuit bekeken uit een plas, de kooiplas, met op iedere hoek een vangarm. De vangarmen zijn sloten die vanuit de plas met een bocht land inwaarts lopen, steeds smaller worden en uitmonden in een hokje. Ze zijn met gaas of netwerk overspannen. De kooiplas en vangarmen hebben een omheining van rietschermen. De oevers van de plas vormen met het riet, de oeverplanten en laag struikgewas een veilig plekje voor de eenden. Achter de rietschermen is het geheel omgeven de hoge geboomte. Al met al vormt een eendenkooi door de rust die er heerst een prachtig klein natuurreservaat. In 1718 telde Friesland 143 eendenkooien, waarvan er toen 131 in gebruik waren. Friesland telt nu nog zo'n 33 eendenkooien, waarvan er nog 16 in gebruik zijn. Het Friese Geheer heeft een aantal van deze kooien in beheer of eigendom, zo ook eentje van de Piaam. Van een groep van 8 kooien tussen Makkum en Workum zijn er nog slechts 2 te Piaam overgebleven. Ze hadden allemaal hun bestaan van de Makkumer, de Parregaaster en de Workumer meren. Bij het droogmaken van deze meren verdwenen ook deze eendenkooien. Alleen de zeekooien van Piaam hebben het overleefd, waarvan er nog maar 1 in functie is. Beide kooien waren voor de afsluiting van de Zuiderzee van weinig belang. Er bestond een kleine trek uit zee, maar de landtrek moest het doen. Nadien veranderde de toestand volkomen. De trek uit zee, vooral van smieten en wintertalingen, nam hand over hand toe. In 1937, het topjaar, werden in deze kooi per dag soms tegen de 1200 vogels gevangen. De buismaneendenkooi is thans buiten bedrijf gesteld en wordt door het Friese Geheer beheerd en in vangstaat gehouden. De eendenkooi kreeg maar per legaat. En een der voorwaarden was dat er in de kooi geen eenden meer gevangen mochten worden. Niet voor consumptie en ook niet voor het ringonderzoek. Rond de 40e jaren was de vangerij van deze kooi op zuiver commerciële leest geschroefd. En later ging een deel van het wild de handel in en de rest met ring de lucht in voor wetenschappelijke doeleinden. Ringproeven wezen in 1947 al uit dat deze hoek van Friesland zo ongeveer het concentratiepunt vormt van de trek uit Scandinavische landen, Noord-Rusland en Siberië naar de overwinteringsgebieden. Na 1954 werden hier jaarlijks duizenden vogels, hoofdzakelijk wintertalingen, geringd. Het ringonderzoek was van internationaal belang en veel eenden zijn via Schiphol overgevlogen naar Zürich om daar weer losgelaten te worden. Het doel van al deze activiteiten was om het bewijs te krijgen dat jonge vogels op instinct verder trekken, naar het zuiden. Maar dat de ouderen eerst weer naar Friesland, het erkenningsgebied, terugkeren om daarna hun afgebroken reis te vervolgen.
Veel van de hier geringde eenden zijn teruggemeld over een groot deel van Europa. Thans ziet de kooiplas door goed onderhoud er mooi uit en is vanuit alle windrichtingen van klaar. Maar de eenden die ontbreken erin. Als watervogelreservaat is het door het verbod vervangen van geen enkele betekenis meer. Alleen het afpalingsrecht geeft de watervogels in de omgeving van de kooi, zoals de pyjamageul, hun belangrijke bescherming. En ze weten daar maar al te goed gebruik van te maken, want buiten die straal van die 1200 meter lopen ze het gevaar geschoten te worden. Voor de plantenwereld is de kooi zonder de eenden erin er niet minder van geworden. Hier vindt men de weelderige plantenwereld nog een tal van kleuren en geuren. Ze trekken veel insecten aan, die op hun beurt weer veel insecten etende vogels aantrekken. In de onderbegroeiing kunnen we de nesten van de vogels aantreffen, zoals dat van de nachtegaal. Hoger in de bomen vinden we de broedvogels als de blauwe reigers, roeken en duiven. Terwijl de oudere, vaak holle bomen weer een ander onderkomen biedt aan bijvoorbeeld holenduiven, uilen en torenvalken. Buiten de kooi zijn het de weidevogels die in grote aantallen om de kooi tot broeden komen.
In de trektijd verzamelen ze zich hier en kan men ze met duizenden tegelijk waarnemen. In de winter zijn het de ganzen die gebruik maken van het kooirecht. Kortweg, alle seizoenen zijn hier even vogelrijk. Deze bosma-eendenkooi, eveneens net als de buisman-eendenkooi, vernoemd naar de vorige eigenaar, is nog in bedrijf. De turf en het kooikoehondje is hier weliswaar verdwenen, maar de kooi is nog goed gevuld met eenden die voor de consumptie gevangen worden. De eendenkooi is een eeuwenoud, typisch Nederlands beroep. Het ging van vader op zoon over. En iedere kooiker had of heeft er dan ook zijn eigen manier van vangen. In hoofdzaak is het kooiken echter gebaseerd op het gedrag van de eend. Rust is hierbij noodzakelijk, aangezien een eend van nature een schuw dier is. Hij is daarentegen ook weer gemakkelijk tam te maken. Denk maar aan de parkeenden. Zo heeft de kooiker ook een aantal tamme eenden die staleenden genoemd worden en vaste bezoekers zijn van de kooi. Wanneer de staleenden 's nachts aan het fourageren zijn, voegen zich daar meestal vreemde eenden bij en als de stal aan het einde van de nacht de kooiplas weer opzoekt, vliegen deze mee. Deze vreemde eenden vormen een prooi voor de kooiker. De meeste staleenden zijn al een keer aan de vangst ontsnapt en zorgen wel dat dit hun geen tweede keer overkomt. Ze zijn afgekooid. Het werk van de kooiker begint als de stal met aanhang op de plas gearriveerd is. Allereerst bepaalt hij aan de hand van de windrichting welke vangarm hij gaat gebruiken. Vogels vliegen altijd tegen de wind in. Hij moet dus de vangarm nemen die tegen de windinrichting ligt, aangezien de eenden achter in de vangarm terecht moeten komen. Door de rietschermen is de kooiker geheel aan het oog van de eenden ontrokken. Op verschillende plaatsen zijn kleine doorkijkspleten in het riet gemaakt, zodat hij wel kan zien wat er gebeurt op de plas. Niet alle eenden reageren op een kooikoehondje, zodat deze kooiker zijn eigen manier van vangen heeft ontwikkeld.
De staleenden, of wel lokeenden genoemd, worden van voer voorzien in een van de vangarmen. De vreemde eenden zijn wat nieuwsgierig en zwemmen aarzelend achter de lokeenden aan de vangarm in. Alvoerend zwemmen ze dus nog wat door. Plotseling verschijnt de kooiker aan de plaskant. De vreemde eenden schrikken zo dat ze opvliegen. Door het gaas over de vangarm kunnen ze echter niet weg en belanden achterin. Door een laag hekje kunnen ze niet meer terug, zodat ze het vanghokje inlopen. Er valt een luikje achter ze dicht en ontsnappen is er niet meer bij. Hierna gaat de eend door de kooiker letterlijk en figuurlijk de pijp uit. Hiervan is ook de oude uitdrukking de pijp uitgaan afgeleid. De enkele eenden die hier op deze manier de pijp uitgaan, kunnen de kosten van het voer en onderhoud van de kooi niet meer dekken. Economisch spelen de huidige eendenkooien nauwelijks een rol meer. Het voortbestaan van de eendenkooi met hun grote landschappelijke waarden is dus niet zonder meer gegarandeerd. Maar naast het economische aspect zijn er gelukkig nog een reeks van aspecten zoals biologisch belang, doordat ze met de voor de kooi zo noodzakelijke rust en stilte een paradijs is voor veel dieren. Het zijn daarnaast ook de voorraadkasten vol voedsel voor insecten, vogels en zoogdieren. Tevens zijn de eendenkooien van historisch belang, omdat ze als typisch Nederlandse vanginrichting voor eenden een eeuwenoude oorsprong hebben. Dan kunnen we als laatste het natuurwetenschappelijke aspect noemen. Bij de natuurbeschermers gaat de wens uit om de kooien uitsluitend te gebruiken voor het ringonderzoek, zodat de eenden er niet te dood in vinden. Zo zou de kooiker in dienst van de wetenschap zijn beroep uit kunnen blijven oefenen en zo een bijdrage kunnen leveren aan natuurbehoud. Hiermee zouden de beide eendenkooien van Piaam een nog grotere betekenis kunnen hebben als natuurreservaat in het Friese landschap.